Creative Mom of Two en vandaag heb ik weer een review voor jullie. Vandaag ga ik de eerste initiële unboxing weer in het Nederlands doen, want deze komt van een Nederlands bedrijf. Dus als dat je in het Engels wil luisteren, krijg je een herunboxing in het geval van. Maar deze diamond paintings heb ik gevonden bij de Zeeman. Dus ik ga ze hier even eerst in de doos laten zien. Ze zijn best groot verpakt, dus ik ben benieuwd. We hebben deze. Ook wel schattig om te zien. Een luiaard en we hebben een tijger. Kleurige tijger. Deze zijn allebei. Nou ja, deze is 60-40, deze is 40-60, maar het basismaat is allebei gelijk. En ze waren 5,99 voor hier in Nederland in ieder geval. Zoals hier ook beneden in staat, het is van het bedrijf Zeeman. Dus eens even kijken, welke gaan we het eerst bekijken? Deze. Hier staat op, het zou als goed rond moeten zijn. Dit zijn de kleuren. Dit zou dus de gereedschap moeten zijn. Dat is het woord dat ik zocht. Komt nou al niet meer uit mijn woorden. En nogmaals, daar de afbeelding. Ook als ik zo dit bekijk in de grotere afbeelding. Dit zou een daadwerkelijke rendering of zo moeten zijn. Ik zie niks op de verpakking staan van of er iets van speciale steentjes bij zitten. Dus dat wordt te zien. En we gaan hem openen. Eens kijken. Oh. Hij zit soort van gewoon. Dat kan ook wel eens interessant zijn. Even kijken. Dat is een lege doos. Oké, er staat hier duidelijk op van welke diamond painting het is. Ik gewoon het symbool en sloth. Even kijken. Ik zie zo niks van speciale steentjes. Dus ja, ik denk dat dit wel redelijk duidelijk is qua kleuren. Als je liever hebt dat ik dit soort zakjes ook gewoon volledig laat zien, laat het even weten. Gezien ik er nu 2 in 1 keer doe, ga ik ze gewoon eventjes zo laten zien. Misschien dat ik dadelijk besluit om ze toch even wat uitgebreider te laten zien. Maar goed, ik heb hier 2 van de kleine vierkante plaatjes was in zitten. Ik heb een tray zonder opening en een enkel losse platser. We hebben zo te zien een A4'tje. Met de kleuren en de daarbij behorende symbolen. Met nogmaals de grote afbeelding. En hier op de achterkant een instructies van hoe je moet duimen pinten. Of zoals we het hier noemen, een strasschilderij. Ook met de tip, werk eerst de steentjes van 1 kleur af en ga daarna naar de volgende kleur. Dat is meestal handig, maar ja, dat is net hoe je zelf werkt. Ik heb ook gezien van mensen die een volledige rij in 1 keer doen. En dan maakt het niet uit of dan nou op die ene rij 1 kleur zit of dat er daar 10 verschillende kleuren op zitten. Die doen het echt letterlijk. Steentje van links naar het steentje rechts langs, naar rechts langs, naar rechts langs. Uiteindelijk zo de hele rij. Joes, het is nog geen etenstijd. Ah ja, en zo naar de volgende rij, steentje van links naar rechts, et cetera, et cetera. Dus ja, dat is net de manier waarop je het zelf het makkelijkste doet. Dus dan gaan we eens even naar het doek zelf kijken. Ik denk dat deze misschien onder een wat zwaardere stapel boeken moet komen te liggen. Ik ga eens even kijken als ik het precies de tegenovergestelde richting een beetje lichtelijk forceer. Ga ik eigenlijk alleen even op dat punt doen. Want ja, ik moet hem natuurlijk ook in de doos krijgen. Maar dan ligt hij ook al iets platter. Dan denk ik ook op het moment dat je de folie even eraf haalt. En dan even rustig terugplaatsen. Wanneer die plat ligt. Kijk, dat doet het allemaal. Zo kun je dus bij deze een beetje vlakker maken. Ik ga de rest even niet doen, gezien ik hem dadelijk natuurlijk ook nog terug in de doos moet zien te krijgen. Dus dit komt zodra ik hem daadwerkelijk ga maken.
Ja, ik denk dat deze echt wel ontzettend leuk is om te maken. Ik vind die bloemen eromheen ook zo leuk. Ja, dit is een goede keuze geweest. Ik vind deze echt super leuk hier te zien. Zoals met alles wat ik qua steen qua diamondpinnetje doe. Ik kan niet wachten tot ik deze kan doen. Maar mijn stash loopt een beetje uit de klauwen op het moment. Ik wijs de schuld van deze gewoon op mijn man. Want die wees ze aan in de winkel. Ik had niet eens gezien dat de zeeman diamondpinnetjes had. Dus ja, bij deze, als je iemand de schuld wil geven voor mijn uit de kluiten gewassen kant van mijn stash, geef mijn man de schuld. Goed ding dat hij mijn, nou ja, van een beetje obsessie, bobbelmoment noemt, dat hij die steunt. Zowel de duimenpinning zelf als mijn YouTube kanaaltje. Dus ik ga gewoon de steentjes even laten zien. Het is toch enkel de zakjes, want ja, er staat geen DMC of zo op. Dus ik is niet op het moment dat je tekort hebt dat je, ja, uit je voorraad kan halen. Dan zal je echt al per kleur moeten gaan, ja, proberen te matchen met wat je hebt. Dus dat zou misschien wel een beetje een lastig iets zijn. Dus dat zou zeker een ding zijn waar de zeeman echt wel op vooruit kan gaan. Namelijk door DMC-codes toe te voegen. Dit wordt door veel bedrijven gebruikt. Dit is eigenlijk van het afkomstig van het DMC-garen van borduren. Veel bedrijven gebruiken namelijk deze codes. En dat is namelijk zodat, ja, dat je makkelijk weet welke kleur het is. Ook op het moment dat je maar een paar steentjes tekort komt. Dus ja, je wil niet altijd gelijk een bedrijf aanschrijven van, hé, ik heb steentjes tekort. Op het moment dat je er bijvoorbeeld 5 mist. We gaan deze gewoon even zo in het zakje leggen. Gezien ik hem toch eventjes dadelijk nog uit Engels ga unboxen, ga ik niet alles netjes proberen op te ruimen. Dat heeft niet echt veel zin. Ja, zeker een mooi project. Ik denk dat deze relatief snel gaat. Het enige wat ik ook nog aan Zeeman zou kunnen doorgeven als een verbeterpunt is eventueel een multiplaatser toe te voegen. Waarmee dat je meerdere steentjes in één keer, ja, zou kunnen plaatsen. Want als dit bijvoorbeeld je eerste diamondpainting is, zul je ieder steentje individueel moeten plaatsen. En ik zie zo al heel veel bijvoorbeeld hier. Dit hele stuk is allemaal één en hetzelfde symbool. Ook hier het lichte vlek op het voorhoofd van de luier is ook allemaal één en dezelfde kleur. Dus ja, dit heeft heel veel grote vakken van dezelfde kleur in de diamondpainting, ja, taal zal ik het maar even noemen. Colorblokken genoemd. Wat dus eigenlijk, zoals ik al zei, neerkomt op heel veel van dezelfde kleur in hetzelfde stuk. Waardoor het makkelijker is als je multiplaatsen hebt. Zodat je, ja, hoeveel steentjes je comfortabel mee bent. Je hebt multiplaatsen als eigenlijk alles van 3 tot, ik geloof, 15. Loes, serieus. Hap. Ga even boven baasje overwelen. Nou, zoals ik al zei, je hebt dus multiplaatsers. Ik geloof dat ze tot 15 gaan. Afhankelijk natuurlijk ook waar de vraag voor is. Je zal er dus misschien nog wel zelfs nog groter kunnen krijgen. Persoonlijk vind ik de 4-plaatser het fijnste. Ja, daar kun je dus maar die hoeveelheid steentjes tegelijkertijd in één keer. Zo in het geval dat je namelijk liever graag sneller door een diamondpinting heen gaat. Allee, poes. Het is nu wel even klaar. We horen je. Dus ik ga deze eventjes aan de kant pakken. Persoonlijk denk ik dat het handiger zou zijn als de doeken gewoon, ja, opgerold zouden zijn. Zoals dat de meeste bedrijven gebruiken. Kunnen ze ook meteen de verpakking kleiner maken. Maar ja, het is nog te overleven. Het is in ieder geval niet dusdanig strak gevouwen. In ieder geval niet bij deze. Dat het gewoon echt niet, ja, niet meer recht te krijgen. En zolang dat ze het zo, de lijm die ze gebruiken, wat uitziet als het zogeheten pore glue. Als de lijm goed is en het type, de kwaliteit van het doek, kun je in ieder geval met op zijn minst, ja, met potentieel misschien het onder een paar zware boeken te doen, maar kun je het in ieder geval nog normaal gezien vlak krijgen. Dus dat scheelt natuurlijk ook al een deel.
zodat ze heel strak opgevouwen zijn. Je hebt echt gewoon strakke vouwen erin zitten. Dan is het heel moeilijk om het weer goed te krijgen. Maar goed, ik heb zoals je misschien wel ziet de volgende even geopend. Daar zou dit het kleurenschema van moeten zijn. Nogmaals hebben we dezelfde gereedschapsspulletjes erbij. We hebben bij deze kleurenlijst ook weer nummers, letters en een plusje. En dit is het kleurschema. Even voor de globale overzicht. Ook hier geen speciale steentjes, wat ik zo zie. Wat ook niet per se noodzakelijk is. En dan hebben we hier het doek zelf ook weer met een aantal vouwen erin. Maar ja, zoals je net al liet zien, leg hem plat, haal even de folie eraf. Ik zou niet in één keer alles eraf halen. Ik zou bijvoorbeeld tot hier gaan van onderuit, alles terug erop leggen en dan van bovenuit. Zodat je alles wel een keertje eraf hebt gehad. Maar als je dan de hele folie in één keer eraf haalt en je legt hem precies verkeerd om terug, krijg je er bijna niet meer vanaf. Dus ja, dat is wel iets wat je even aan moet denken als dit je eerste duimenpinting is. Maar ja. Dus dit is de afbeelding. Ik ga hem even van boven naar beneden laten zien. Want jij past natuurlijk niet helemaal in mijn beeld zo. 60 centimeter kan ik er niet zo in. Of ik moet mijn camera veel te hoog plaatsen. En de andere kat komt ook nog even hallo zeggen. Hi Luna. Oké, even een paar kroeltjes en nou. Maar goed, ja, dit is dus deze. Ook een mooie kleurige tijger. Ik geloof dat in ieder geval in de winkel waar ik het gehaald heb, hey, blijf daar eens af. Luna probeert met de kabel van mijn camera te spelen. Ja, in de winkel waar ik deze heb gehaald, hadden ze nog één versie meer. Ik geloof dat ze die poppies noemden, dus klaproos. Het was een beetje meer een landschapachtige afbeelding. Dat was wel mooi, maar ja, ik vond twee in één keer kopen wel weer even genoeg. Voor ik dadelijk helemaal een voorraad heb voor 10 jaar vooruit te kunnen. Deze waren, zoals ik volgens mij net al zei, 6 euro per stuk of ja, 5,99. De winkel waar ik ben geweest had alleen deze drie varianten dan. Ik weet niet of de zeeman ergens anders misschien nog andere heeft, maar ja, deze waren er in ieder geval. Oh, serieus. Ja, ik ga nog even de steentjes hiervan nog een keer laten zien. Ik zal er wel aan denken. Is het nog iets wat ik mis? Ja, er is nog iets wat ik mis, wat ik me nu bedenk. Ik ga even een midlint pakken. Zo, daar ben ik weer. Bijna vergeten, dus dat zal ik eerst maar eens even doen. Deze zou 40 bij 60 moeten zijn. Dus we gaan eens even kijken. Nou, dit is 39, 7 om en erbij. Dus ja, dat is één steentje hadden ze misschien meer kwijt kunnen. Ja, daar vind ik dan nog wel recht genoeg naar maat. Dat ene steentje. Hè? En dan even kijken of ik het ook een beetje uitgetrokken krijg. Zodat ik ook redelijk goed kan meten. Volgens mij verplaatsen het lichtelijk. Ook dit is net een paar millimeter te kort. Ze hadden misschien net één steentje meer erbij gekregen, maar ja, dan was het net zo goed niet echt misschien direct in het midden geweest. Maar het is in ieder geval binnen een halve centimeter speling, dus dit noem ik na de maat die erop staat. Je hebt ook vaak bedrijven, voornamelijk bedrijven gebaseerd uit China, die... Ja, die tellen dan doekformaat. Dus dan zou het van hier tot daar 40 bij 60 moeten zijn. Maar dit is echt wel de afbeelding zelf. Dan ga ik nog even de steentjes laten zien. En dan was het dat denk ik wel voor deze duimpinting. Dus daar gaan we. Lekker veel mooie verschillende kleuren. Ook hier staat weer op het symbool een tiger. Dus ook als je de steentjes los hebt. Oop, ik zit een beetje buiten beeld. Ook als je de steentjes los hebt van het doek. Kun je ook nog wel
Ja, uitvinden waar het bij hoort, zonder dat je erop moet schrijven bij welke duimenbinding dat die hoort. Ja, dit is oké. Ik hoop dat de kleuren een beetje goed overeenkomen. Ja, ik film het weer, zoals gebruikelijk, later op de avond. Dus ja, dat is niet altijd makkelijk voor mij om de daadwerkelijke goede kleuren te laten zien. Maar ik denk dat je wel een redelijk idee krijgt van de kleuren zo. Althans, dat hoop ik toch. Dus weer even alles terug in de zak. Proppen. Proppen. Ja, dat is toch van mij. Dus ja, dit waren mijn twee duimenbindings die ik gehaald heb bij de Zeeman. Mocht ik ze op de website van de Zeeman tegenkomen, dan heb ik eerlijk gezegd nog niet gekeken, dan ga ik daar een link naar door, verder naar in de omschrijving zetten. Zodat je ze eventueel kan vinden. Misschien dat ik daar zelfs nog wel meer verschillende varianten op de website zie staan. Maar ja, en anders, ja, als je ze interessant vindt, zou ik zeker adviseren om even bij een Zeeman bij in de buurt binnen te springen en even te kijken bij het hobby-gerelateerde spul. Dus waarschijnlijk ook een beetje in de buurt van het. De winkel waar ik was, lag het een beetje in de buurt van het kinderspeelgoed/hobby. Dus het kan zijn dat het daar ligt. Het kan ook zijn dat ze het wat meer bij het, in de buurt van het breigaren en dat soort dingen leggen. Dan meer het. Om het zomaar even te noemen, air quotes, erbij volwassenen, hobby/creatieve spul. Dus het is een beetje kijken waar ze het precies hebben liggen. Ik weet ook niet in hoeverre dat daar echt daadwerkelijke plannen voor zijn hoe Zeeman de winkel moet inrichten. Maar ja, als je ze interessant vindt, laat me weten. En omschrijf in de opmerkingen. Laat me weten wat je ervan vindt. Zou je ze zelf ook willen halen? Heb je ze misschien al? En ja. Zoals gebruikelijk, als dat je nog andere vragen hebt hierover of over iets anders, laat het me zeker weten. Ik probeer je zo snel mogelijk een bericht terug te sturen. Heb ik geen reactie gestuurd? Laat het me eventjes nog een keertje opnieuw weten. Want ik heb de laatste tijd wel een paar keer gehad dat berichten niet doorkomen. Dus dan kan het zijn als je namelijk nog een keertje bij de opmerkingen kijkt. Als je denkt, hey, waarom heeft dat mens nog steeds niet gereageerd? En je zou terug bij hetzelfde filmpje kijken. Kan het zomaar zijn dat het bericht niet is doorgekomen? Om een of andere vage reden. Het kan zijn dat ik het bericht zag oppoppen, maar dat ik gewoon niet kan reageren. Omdat om een of andere reden YouTube het weer verwijderd heeft. Dus ja, mocht dat gebeurd zijn, gewoon eventjes nog een keertje opnieuw doorgeven en dan probeer ik alsnog te antwoorden. Goed, ja. Zoals ik al zei, laat me weten wat je ervan vindt. En ja, ik hoop dat je nog een goede rest van je dag of avond hebt. En ja, ik hoop je te zien in een volgende video. Doei!